Vandaag neem ik jullie mee op mijn reis door Bali. We gaan naar rijstvelden, een zwart strand en hopelijk eindigen we tijdens zonsondergang bij een klif. Ik ga fotograferen en filmen en gebruik hiervoor een Sony A7 IV met de 2470mm G-Master 2. Hoi, ik ben Rijn, filmmaker en fotograaf en in deze aflevering neem ik jullie mee op mijn reis door Indonesië. Mijn passie voor travel, foto en videografie is eigenlijk ontstaan doordat ik vroeger al altijd een camera meenam op de vakantie bij mijn ouders. Ik kon het nooit laten om van de mooiste plekken content te maken en deze passie is eigenlijk uit de hand gelopen. En nu is de combinatie tussen reizen, foto en videografie eigenlijk hetgene wat ik het liefste doe. Dit alles ga ik vastleggen met de Sony A7 Mark IV. Het is een hybride camera en kan ik dus gebruiken voor zowel foto als videografie. Wat ik zo tof vind aan dit type foto en videografie, is dat ik vaak op de mooiste locaties kom met de mooiste lichtcondities. Omdat ik dan vroeg opsta of tot laat doorga, zijn er dan ook geen toeristen en kan ik de vetste shots krijgen. Ook vind ik het altijd super uitdagend om content te maken waar ik echt moeite voor heb gedaan. Dus bijvoorbeeld dat ik een berg heb moeten beklimmen, dat ik super vroeg heb moeten opstaan. Dus ik ga nu mijn tas inpakken en we gaan erop uit. We gaan nu even midden door de rijstvelden rijden om rolling shots te maken. De paadjes hier zijn super smal, dus hopelijk gaat het allemaal lukken. We hebben net shots gemaakt dat de twee motoren elkaar ontmoeten, door de rijstvelden rijden. En we gaan nu naar Pantapesut en hopelijk zit het weer een beetje mee, want het ziet er nogal donker uit. We hebben net super vette shots gemaakt bij de rijstvelden. Inmiddels zijn we aangekomen bij Pantapesut, een zwart strand door de vulkanische activiteiten op Bali. We gaan zo meteen de twee motoren weer filmen. Dit gaan we doen in slow motion, maar ook in 25 frames per seconde. Zodat we echt die snelheid zien. Ik ga ook proberen echt die reflectie van het water te pakken. Dus ja, hopelijk gaat dat allemaal lukken en kunnen we hier ook al super vette shots maken. Voor mijn editstijl hou ik ervan als er veel beweging in mijn shot zit. Daarom heb ik vanaf een motor gefilmd. Hierbij kon de vijfassige beeldstabilisatie en de autofocus echt heel goed van pas in deze camera en kon ik heel makkelijk goede shots maken. Nou ja, zoals je ziet, dit hoort er ook bij. Maar gelukkig kan hij wel tegen een stootje, maar wel een vet shot. Hoewel ik me in deze aflevering focus op video, heb ik met deze hybride camera ook een aantal foto's gemaakt met een lage shutter van 1/20. Dit creëert heel veel motion blur in je foto en daardoor zie je echt de snelheid van die motoren. Nou, toch wel een hectische dag. We hebben zojuist alle shots weten te maken op de eindlocatie. De zon is inmiddels onder. We hebben echt de mooiste locaties gezien, de mooiste shots gemaakt. Dus op naar de postproductie.
zijn gisteren super vroeg opgestaan om naar de rijstvelden te gaan. Daar heb ik shots gemaakt vanaf een motor en hebben we b-roll shots gemaakt van de mooie omgeving daar. Vervolgens zijn we naar Pantai Pasut gegaan, het Zwarte Strand, en daar hebben we met motors over het strand heen geraced. Uiteindelijk werd er nog een race tegen de klok om de zonsondergang te halen. Die hebben we wel gehaald, het licht was super mooi, dus er zijn echt hele leuke foto's en video's uitgekomen. Ik heb gisteren gebruik gemaakt van een Sony A7 IV met de 24-70 lens. Deze kwam echt heel goed van pas omdat het lastig was in te schatten hoe de motoren om de camera heen zouden bewegen. En op die manier met deze lens kon ik snel switchen tussen een wide en een close angle. Omdat de motors heel snel reden, was het soms best wel lastig om het perfecte kader te krijgen. Nu schiet deze camera 33 megapixels, dus kan ik in de edit nog kroppen op de afbeelding en zo wel het perfecte kader maken. Ik schiet eigenlijk altijd al mijn beelden in S-log, zodat ik veel informatie in de beelden heb en de kleuren naar mijn eigen smaak terug kan brengen. Omdat ik met deze camera kan filmen in een color depth van 10 bit 422, zit er heel veel informatie in het beeld, waardoor ik heel veel ruimte heb in de color grading om de kleuren te veranderen. Heb jij nou nog specifieke vragen over travel, foto of videografie? Stel ze dan in de reacties hieronder en ik geef je graag advies. Ben je nu benieuwd naar de gehele fotoserie? Ga dan naar het Instagram-account van Sony Nederland en check alle ins en outs van deze shoot.